is somewhere above. The city lights, you're falling in love. Zo. Lekker hoor. Gearriveerd in Noorwegen. We gaan een week lang op zee vissen. Het ziet er ontzettend vet uit hier. Even snel huurautootje ophalen en richting het huisje. Let's go! Zo, huurautootje opgehaald. Eventjes wat boodschapjes doen. Twee uurtjes rijden richting het huisje, richting de boot. En dan, het is het begin van de middag, dus ik denk dat we nog lekker een paar uur het water op kunnen zo. We gaan lekker met relatief licht, hè, wat voor hier een relatief licht spul is, hengels van 100 tot 150 gram, gaan we lekker jiggen en kijken of we kabeljauwen, helbotten, koolvissen en dergelijke kunnen vangen. Ja, lachen, ben benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Voor Gerard de eerste keer. Ja. Die gaat heel wat beertjes vangen, vermoeden we. Ja. Kan niet anders. Alles wat er gevangen wordt. Ja. Zo, we zijn gearriveerd bij ons huisje. Prachtig mooi huisje aan het water, aan het fjord. Daar liggen de visboten. Ja, het ziet er perfect uit. Dus even inspecteren hoe het eruit ziet van binnen. Wat zeggen we ervan, mannen? Gaat wel lukken, hey, top. Hè? Gaat wel lukken, hè? Mooie plek. Moet eens naar de bodem kijken hier. Ja. Wat zien we dan? Als we hier zo helder water, hè? Prachtig. Plan? Even alle spullen uit de auto in het huisje laden. Even happy eten, de hengeltjes in orde maken. Dan gaan we vanavond zeker eens even de eerste paar uren maken. Zijn we aan het vissen, jongens? 5 minuten. Kijk, mooie vis. Goedemorgen. Vandaag is de eerste volle dag dat we gaan vissen. Gisteren zijn we hier aangekomen in dit mooie huisje en hebben we de eerste paar vissen natuurlijk al gevangen. Even een paar uurtjes erop uit geweest, eerst een paar stekken gecheckt. Ik denk dat we al 30, 40 vissen hadden, vooral kabeljauw en kleine koolvis. Vandaag is dus de eerste volle dag. We gaan eens eventjes de boot helemaal klaarmaken, alle hengeltjes er weer in gooien. Onze warme pakjes even weer aantrekken, want het is best wel guur weer, redelijk wat wind en wat regen. Het is een graad of 8, dus we moeten onszelf goed inpakken. Maar klaarmaken en let's go!
hoeken! Zitten ze dan hoor, Jut en Jul. Ja. Ja, gisteren hadden we een ontzettend heftige dag qua weer. Veel wind en regen. We waren allemaal tot op ons bot nat. Dus we zijn op tijd gekapt. Wel mooie vissen gevangen. Vandaag ziet het er een stuk gunstiger uit. Bijna geen wind. Nou ja, bijna geen wind. Best wel wat wind. Maar zeker de helft vergeleken met gisteren. Geen regen tot nog toe. Dus ja, volgens mij hebben we genoeg mogelijkheden vandaag om weer mooie stekken te vinden. En weer mooie vissen te gaan vangen. Zeker weten. 12 uur de tijd, verlangen. Hoe waren de afgelopen dagen verder, qua vangsten? We hebben spierpijn, dus dat is goed tegen. Ja. Maar goed gevangen. Ja, top. Nou ja, en dan ook nog eens in zo'n omgeving, dat is goud waard. Zeker weten. Hey, op naar de eerste stek, let's go! Woe! The sunrise, a late night, wishing that this would be over. Cold eyes, the same face. Won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Roland. Leng. Hij is echt leng ook, hè? Ja. Hoe groot is die? 81. En wat gebeurt hiernaast? Ik krijg je met een dikke. Mooi, hè? Zo. Ho. Zo, thank you. Hiero. Prachtig. Dood aas. Mooie koolvis als aasvis. Mooie vis, Gerard. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Okay.
Lekker takelen. Kijk eens hier, jongen. Jongen, wat een laadklep. Lekker. Ja hoor. Ja, ja. Hoppa, trippel. Ja, dat is één. Hopla. Prachtig. Wat zien we snijden? Nummer 2 en nummer 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn op onze ene laatste dag. Het is weer mooi weer. We zijn weer op de plek van gisteren aangekomen. Wat hebben we gisteren gevangen allemaal? Ik denk dat we wel 150 vissen hebben. Gertje die heeft een kabeljauw, wat was de grootste? 1,15 meter. 1,15 meter. Ja. Echt een kabeljauw, jongen. Dat is... Oh, bizar. Dus wat is het plan voor vandaag? Ja, het zijn, dit, ja, stiekem een helbot en dit zijn wel de plekken ervoor. Ja. Dus volhouden. Volhouden. En, we gaan nu even beginnen met aasvis vangen. Voor de bijhengel. En zoals ik kan zien op het scherm komen we daar nu net in terecht. Helemaal vol met vis hier zo. Dus ik zeg... Dus ik denk dat we even moeten proberen of het lukt. Dat zou ik mijn bestjes gaan doen, jongens. Wat is daar de techniek voor? Ja, een paternostertje met een klein pilkertje eronder. Het is hier 48 en ze zitten vanaf 37. Kijk, mooi klein koolvisje als aasvis. Simon? Ja, werpend gevist. Mijn nieuwe PR Pollak. 96 centimeter, niet te geloven. Oh, wat een mooie vis. Vanochtend al, nou, denk 30, 35 vissen gevangen. Nieuw PR Pollak voor mij, 96 centimeter, heel vet. Echt een tank. Nu is het doodtij, laag water. Dus gaan we even de tijd nemen om rustig aan wat te eten en even lekker te lunchen. Even ergens chill uit de wind op een strandje. Zodat we heel de middag met opkomend water, hoogwater, ja, gewoon volle bak er tegenaan kunnen. Zo. Wat meer op de tillen. Zo, deze is helemaal groene stippies, joh. Kijk, triple hoekupje.
Nou, vandaag is de laatste dag van onze trip in Noorwegen. Vandaag is het misschien wel leuk om wat meer te vertellen over hoe we dit aanpakken en waar we op letten. Een stukje voorbereiding, wat we thuis hebben gedaan. We hebben van dit gebied waar we heen gaan, hebben we van de Navionics kaarten van alles uitgeprint en geplastificeerd op grote vellen. Ja, op deze manier kunnen we zeg maar, thuis in het huisje of van tevoren in ieder geval kunnen we al alle gebieden waar we willen gaan vissen ja, gewoon uitstippelen en alvast een plan maken. Op deze boot zit wel een soort GPS toestelletje, maar ja, dat stelt niet zo erg veel voor, daar zie je bijna geen detail op. En hier zie je om de meter zie je een lijntje, dus het is echt best wel onmisbaar in het vinden van goede stekken. Een klein beetje over het materiaal wat we gebruiken hier in Noorwegen. Het is vrij gebruikelijk om echt heel zwaar materiaal, dus lees 300 plus grams stokken en soortgelijke grammage aan loodkoppen en pilkers echt heel diep te gaan vissen. Wij doen dat net even iets anders, we pakken het aan iets ondieper. De meeste vissen die we vangen, vangen we tussen de 15 en de 40 meter diepte. En dat klinkt heel diep voor snoekbaars begrippen natuurlijk. Maar je moet je voorstellen dat heel veel vissers hier op 200, 300 meter diepte vissen. En wat gebruiken we daar dan voor? Eigenlijk gewoon de gebruikelijke snoeksheds. Dus sheds van een centimeter of 15 à 20. Op koppen van 100 tot 150 gram, zoiets. En die vissen we met spinhengels. Deze is 40 tot 120 gram. Is eigenlijk gemaakt voor het meervalvissen. Maar goed, ook in het zout houdt hij zich perfect. Stevige molen eronder en ik geloof 2300ste Dyneema erop. Voorslagje van fluorcarbon, ongeveer een millimeter dik. Om toch een beetje de lijn te beschermen tegen de rotsen en de schelpen die daar beneden huizen. En eigenlijk is het vrij simpel, hè? Gewoon lekker jiggen of we vissen verticaal of we vissen op de drift met een lange schuine lijn. Of soms lekker werpen, net als op snoekbaars, maar dan iets lomper. Nou, voor mij een nieuwe techniek die ik dit jaar heb gebruikt is pilker. Maar dan niet op de normale manier, maar met een stingertje eraan. En dan laat je hem in principe gewoon door een school koolvis zakken. En die koolvis die bijt overal op. Dus dan heb je op een gegeven moment een koolvisje aan de pilker. En je laat hem gewoon eigenlijk dieper zakken onder de school. Ja, en een beetje hangen en jiggen. En dan heb je als het ware gewoon een aasvis. En de pilker is in principe gewoon loodgewicht. En dat heeft zich nu al eigenlijk in. Ik heb het dan gisteren de hele dag gedaan. En het heeft toch voor gemiddeld wat grotere vis gezorgd. En ik vermoed dat dit ook een hele goede manier is voor helbot. Die hebben we dan nog niet gevangen, maar het zou wel eens kunnen werken. Zo, we vissen op de drift met driftzakken om de drift goed te controleren. Zeker als het wat harder waait is het wel mooi dat je de drift een beetje kunt remmen. Het is echt een tip, echt een aanrader om een goede driftzak mee te nemen als je naar Noorwegen toe gaat. Dan kun je gewoon veel rustiger met wat lichtere loodgewicht kun je vissen. En een andere tip is, koop een goede. Liever dat het een paar tientjes extra kost, dan dat je met een goedkope zit waar de banden van afscheuren. Dat is bij ons gebeurd op de eerste dag. Gelukkig hadden we er drie bij ons, dus we hebben er nog twee. Dus geen man overboord, maar ja, je zou zonder komen te zitten, dan loop je lekker te knippen.
Zo. Kijk. Twee mooie kabeljauwen. Kijk. Dit zijn de laatste twee van de vakantie. Helaas. En, ja, helaas. Maar dit tekent wel de vakantie volgens mij. We hebben volgens mij elke dag wel meer dan 100 vissen gevangen. Dat is echt, echt niet te veel. Nou is het tijd om alle spulletjes op te ruimen. En naar huis te gaan. Lekker jongens. Lekker jongens. Eertje. Yes. En? Als je dit een leuk filmpje vond, even een duimpje omhoog. En als je dit soort avonturen vaker wil zien op YouTube, op mijn kanaal, even subscriben. En dan zien we jullie weer bij het volgende avontuur. Yes. Later. Doei.